En dan, we moeten het hebben over Facebook. Want Facebook is overal. Echt, je kunt geen krant meer openslaan, want je zit op Facebook. Maar er is iets geks aan de hand. Bijna iedereen zit erop. Maar ook bijna iedereen vindt het stom. Maar ook leuk. Maar ook stom. Maar ook leuk. Want hey, Sjoerd uit de vierde klas heeft een dikke kop gekregen. Maar ook stom. Want ze verspreiden nepnieuws. En het kost belachelijk veel tijd. En ze schenden onze privacy. En dan blijken ze ook nog eens lek te zijn. Jeroen Overbeek, goedenavond. Goedenavond. Gegevens van zo'n 90.000 Nederlandse Facebook-gebruikers zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat meldt Facebook aan de NOS. Ja, dat heeft Facebook aan de NOS gemeld. Hi NOS, met Facebook. We hebben vet veel data gelekt. Doei, kusje, porretje, porretje. Door Facebook kwamen de gegevens van miljoenen gebruikers, waaronder misschien wel 90.000 Nederlanders, bij een malafide campagnebedrijf terecht. Of, nou ja, eigenlijk dus onterecht. Voor de meeste mensen was dat groot en schokkend nieuws. Maar niet voor deze jongen. Ik bedoel, niet voor deze jongen. Mark Zuckerberg. De baas van Facebook. Of, zoals Jeroen Overbeek hem noemt... Een conference call vanavond met Mark Zuckerberg. Hoe zeg je? Mark Zuckerberg. Oh ja. Precies. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. De baas van Facebook. Mark wist namelijk al sinds 2015 van dat datalek. En nu pas heeft hij eindelijk sorry gezegd. So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. I'm really sorry that this happened. Oh, arme, arme, stinkend rijke jongen. Oh. En de grote vraag is nu, is dit genoeg? Kunnen we na deze excuses van Mark Zuckerberg gewoon weer massaal verder op dat leuke, stomme Facebook? Nou, daarvoor moeten we even kijken hoe het precies zit. Het begon ooit met een frisse jonge man met een start-up. Dit is 2005. The Facebook is een jaar oud en Mark mag op tv. Joining me to talk about the fast-growing company is the founder and CEO, Mark Zuckerberg. Mark, thanks for joining us. Thanks for having me. Ja, je denkt hier, wat zit hier stil? Maar dit is iemand die uit alle macht probeert geen stijven te krijgen in zijn zwembroek. Dus, we've all been there. En dit is het beeld dat hij al jaren schetst van Facebook. When people share more, the world becomes more open and connected. And in a more open world, many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Dat is het idee. Hoe meer we met elkaar delen, hoe beter de wereld wordt. Maar we delen niet alleen met elkaar, we delen vooral met Facebook. En dat delen met Facebook is de reden dat Mark Zuckerberg nu niet meer in een zwembroek op tv hoeft. Want na een tijdje gezellig de wereld connecten, is Facebook onze persoonlijke gegevens gaan gebruiken om advertenties te verkopen. En dat advertenties verkopen gaat best wel lekker. Kijk maar, dit is de beurswaarde van Facebook. $450 miljard. En dit is hoe rijk Mark Zuckerberg is. Hij heeft $63 miljard. Zijn vermogen is groter dan het bruto binnenlands product van Bulgarije. Dus voor die Bulgaren is het inmiddels efficiënter om met z'n allen Mark Zuckerberg te beroven dan om een jaar te werken. En al dat vermogen heeft Zuckerberg dus verdiend met onze gegevens. Zijn hoofddoel is zoveel mogelijk over ons te weten komen. Want hoe meer hij over ons weet, hoe meer advertenties hij kan verkopen. Maar wat zijn dat dan allemaal voor gegevens? Nou, om een beeld te krijgen van wat Facebook allemaal weet, kun je een dataverzoek indienen. En de laatste tijd hebben veel mensen dat gedaan. Dan krijg je van Facebook een groot bestand met alle likes, gesprekken, foto's en porretjes die Facebook ooit van jou heeft opgeslagen. Rob Hadders van 1Vandaag, die was ook benieuwd. Je kunt ook even kijken naar welke informatie Facebook precies van je heeft opgeslagen. Dat kun je terugvinden in je account. Ik heb het vanmiddag even gedaan en ja, dan gaat het toch best wel een wereld voor je open. Het is best schrikken. Oké, Rob, dankjewel. Oké, Rob. Genoeg even, dank je. Ja, TMI. Maar waar is Rob dan zo van geschrokken? Nou, wat blijkt, Facebook houdt niet alleen bij wie je vrienden zijn en met wie je op de foto staat, maar ook heftiger dingen. Sommige mensen kwamen erachter dat hun Facebook Messenger-app ook de belgeschiedenis aan het verzamelen was. Dus niet Facebook bellen, maar gewoon bellen met je telefoonabonnement. En dat heeft niks meer te maken met gezellig de wereld connecten. Dat is gewoon zieke spionage. Maar zelfs dat is niet alles, want met zo'n dataverzoek krijg je alleen de dingen te zien waar Facebook eerlijk voor uitkomt. Maar Facebook verzamelt nog veel meer. Bijvoorbeeld je surfgedrag. Op alle pagina's waar je zo'n klein Facebook-like-tekentje ziet, weet Facebook dat jij daar bent geweest. Maar zelfs als je nergens een Facebook-icoontje ziet staan, dan nog is de kans groot dat Facebook jou wel ziet. Door middel van een nog kleiner knopje, de grootte van een pixel.
Facebook volgt ons surfgedrag op verschillende manieren, maar die manieren zijn niet altijd zichtbaar. Stel, je surft naar seksualiteit.be op zoek naar specifieke informatie. Wat je op dat moment niet weet, is dat er via deze onzichtbare pixels persoonlijke informatie over jouw bezoek naar de website naar Facebook wordt gestuurd. Ja, dus ik naar seksualiteit.be, maar dat is een voorlichtingssite met heel veel tekst over seks. En ik ben meer een visuele jongen, dus dan kan je beter naar diekevoef.be. Maar goed, aanraden. Maar Facebook geeft websitebeheerders dus knopjes ter grootte van een pixel, waarmee zij en Facebook zelf precies kunnen zien wie er komt. En ze gaan steeds een stapje verder. Zo werken ze bijvoorbeeld aan technieken om aan de vlekjes op foto's te kunnen zien of twee foto's door dezelfde camera zijn gemaakt. Dus dan weet Facebook dus, hey, die foto op dat account is gemaakt door dezelfde camera als die foto op dat account. Dus die twee mensen die zullen elkaar wel kennen. Dus zelfs de vlekjes op je lens zijn niet veilig voor Facebook. En dit stond vrijdag in de krant. Facebook heeft aan meerdere grote Amerikaanse ziekenhuizen gevraagd om geanonimiseerde gegevens over patiënten te delen. De bedoeling was om de gegevens te combineren met Facebook-data om zo uit te vinden welke patiënten extra zorg nodig zouden hebben. Facebook vraagt patiëntendossiers op? What the fuck? Slecht nieuws, je hebt een dubbele schedelbasisfractuur. Het goede nieuws, je röntgenfoto is al 30 keer geliked. En dan zeggen ze, ja, die dossiers die zijn anoniem. Maar Facebook heeft dus zoveel gegevens dat ze makkelijk data kunnen koppelen en binnen no time toch weten van wie die dossiers zijn. Een man die op dat en dat tijdstip bij dat en dat ziekenhuis was en die de dag daarvoor nog heeft gezocht op een eczeem. Bam, dus Jeroen Overbeek. Kan niet anders. En als je als adverteerder bij Facebook aankomt, bieden ze je 29.000 categorieën aan waarin mensen zijn ingedeeld. Dus niet alleen leeftijd, geslacht, lievelingskleur, inkomen, maar 29.000 vakjes. Dingen als, en dit is allemaal echt, mensen met een schildklieraandoening, mensen die vet veel soep kopen. Dat is echt, kijk, people that are heavy buyers of soup. En mensen die waarschijnlijk ergens in de komende 180 dagen een Mazda gaan kopen. En al die persoonlijke informatie geven wij aan Facebook zonder dat we dat doorhebben. Door gewoon een beetje te browsen bijvoorbeeld. Facebook is dus geen gewoon sociaal netwerk. Het is niet zomaar een reclameboer. Het is het grootste spionageproject in de geschiedenis van de mensheid. En heel veel mensen weten dat niet. Die denken dat Facebook alleen bijhoudt wat je zelf op die site zet. Ik denk dat je als gebruiker gewoon rekening moet houden met wat jij op Facebook zet. En dat je niet al je gegevens überhaupt op Facebook wilt zetten. Ja, deze meneer denkt dat die Facebook te slim af is door weinig te delen. Maar zo werkt het dus niet. Die pixel die weet alsnog alles van je. Maar oké, dit was dan ook de gewone man op de straat. Gelukkig kwam meteen erna een mediadeskundige. Nou heb ik natuurlijk meteen even gekeken, Mark, of jij nog Facebook hebt. Dat heb jij. Waarom heb je het niet verwijderd? Nou, omdat ik niet zo naïef ben dat ik dat allemaal invul. Nee, mediadeskundige, nee! Het gaat er niet om wat je zelf invult. Je kunt wel heel slim je lievelingskleur verzwijgen. Oh, rood terwijl het stiekem groen is. Haha. Ik ben niet naïef. Oh. Maar Facebook ziet zo'n beetje alles wat je doet. Dus oké, wat nu? Als Facebook zo'n rotbedrijf is, dan moeten we daar toch gewoon vanaf. En tot die conclusie is bijna iedereen wel zo'n beetje gekomen. Je Facebook-account definitief en voor altijd verwijderen is even een klusje. Maar het kan. Ja, dit was RTL Nieuws. En de laatste week heeft elke zender en iedere krant wel een keer laten zien hoe je moet stoppen. Hier, op nu.nl, hoe slecht is Facebook voor je, hoe kom je er vanaf? De Volkskrant, Facebook verlaten in 4 stappen. Het AD, zo verwijder je je profiel. De correspondent, wat je terugkrijgt als je van Facebook gaat. En de NOS, delete Facebook, en dan? Maar ik heb even gecheckt en ze zitten er allemaal nog op. Hier RTL, hier het AD, de correspondent, de NOS... En ook nu.nl zitten allemaal nog op Facebook. What the fuck nu.nl? What the fuck nu.nl? Alsof iemand zegt, het schip zinkt, het vaart de verkeerde kant op, allemaal van boord. En jij twijfelt even, maar je springt en je ligt dan in het ijskoude water en dan zie je dat schip vrolijk wegvaren met op het dek nu.nl die samen met de correspondent een blikje ijskoude pilsen erover trekt. Brrr. En aan de andere kant, ik snap het ook wel. Al die media bereiken natuurlijk heel veel publiek via Facebook. Wij zelf hebben ook heel veel contact met jullie, met de kijkers, via Facebook. En dat is ook heel belangrijk voor ons. Dus dat willen wij ook niet missen. Facebook is zo groot geworden dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen.
Wereldwijd zijn er al 2,1 miljard gebruikers. In Nederland bijna 11 miljoen. De helft van Nederland zit dagelijks op Facebook. Dat is, jeez, de enige dingen die ik dagelijks doe, dat zijn eten, slapen, de liefde bedrijven en proberen met mijn ene elleboog de andere aan te raken. Dat is, nee. Oh, voorlangs natuurlijk. Oh ja, oké. Okay. Te strak jasje aan. Maar voor de meeste mensen is Facebook een onmisbare basis waar alles gebeurt. Een feestje bij vrienden staat op Facebook. Valt er een les uit op school? Kijk maar in de Facebookgroep van V6A. Wil je inloggen in de laatste app van Zondag met Lubach? Doe het via Facebook. Houdt de minister-president een praatje? Doet hij op Facebook. Goedemiddag. Leuk om op deze manier met jullie in gesprek te gaan. Ja, ontzettend leuk. Echt super gaaf. Super gaaf. En ook de politie, als die even officieel meldt hoe een zaak wordt afgehandeld, doen ze op Facebook. En dan nog kun je denken, kan het mij schelen dat de politie op Facebook zit? Dat houdt ze van de straat. Maar als je geen Facebook hebt, dan krijg je een enorme balk in beeld waarop staat dat je lid moet worden. Waardoor de premier en onze politie dus reclame aan het maken zijn voor een kutbedrijf. En er zijn zelfs Android-telefoons waarop je de Facebook-app niet kan verwijderen. Dus Facebook verwijderen is erg lastig. Niet alleen technisch, maar ook emotioneel. Want iedereen denkt, ja, oké, okay, ik kan er wel vanaf, maar als mijn vrienden er nog op zitten, dan mis ik alle leuke dingen. Je weet dat Facebook slecht is, maar niemand wil als eerste van boord springen. Het is wel vervelend, maar je kan er weinig aan doen. En om daarvoor nou van Facebook te gaan, dat vind ik ook maar weer een beetje te. Zelfs ouderen kunnen niet meer zonder Facebook. Ouderen, dat zijn diezelfde mensen die nog steeds weigeren te pinnen. Die, weet je, die bij de kassa heel lang graven en dan komt er zo'n klein buideltje tevoorschijn waar ze dan heel langzaam van die muntjes aan het uitpeuteren zijn. Dus, oh, ik werd daar vroeger gek van. Ik heb tegenwoordig iets ontdekt. Ik betaal gewoon. Piep, oké, doorlopen, oma. Die bokkenpootjes krijgt u van mij. Even een tip. Een dappere redacteur van mij, zijn naam doet er niet toe, laten we hem Tom noemen, want zo heet hij. Die probeerde van Facebook te gaan en toen kreeg hij dit. Dino zal je missen, Thijs zal je missen, Paul, Julius, Jelle zullen hem allemaal missen. Nou, ergens tussen Paultje en Julius brak Tom en hij zit nog steeds op Facebook. Dus, Dino blij natuurlijk, maar dit is emotionele chantage. De NOS die had na lang zoeken wel iemand gevonden die al een hele dag van Facebook is. Hij is een dag zonder Facebook en eigenlijk bevalt het hem wel. Heeft hij al reacties gehad? Nee, nog niet. Nee, want ik kan niet meer op Facebook, dus ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Maar dat is niet erg. Dat komt vanzelf goed. Komt vanzelf goed. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Deze meneer heeft een website opgezegd, maar het klinkt alsof er iemand dood is. En ik snap dat nog ook. Facebook heeft ons allemaal in een digitale wurggreep. En dan zijn er nog mensen die zeggen, nou en, het is toch gezellig. Dus dit is een bedrijf waar we niet weg kunnen, dat alles van ons weet en dat ons dagelijks informatie voorschotelt. Dat geeft ze zo ontzettend veel macht. En die macht die kunnen ze ook misbruiken. Die paar miljoen gebruikers die naar Cambridge Analytica zijn gelekt, dat was een fractie van wat Facebook in totaal weet. Dat was echt niks. Maar zelfs dat was waarschijnlijk al genoeg om een flinke impact te hebben op de Amerikaanse verkiezingen. Dus digitale informatie heeft echte invloed op de echte wereld. En willen we ons lot wel in handen leggen van één bedrijf met zoveel invloed? Nee, zou ik zeggen. Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacy-schendende, blauwe teringsite waar je elke dag toch weer naartoe gaat van, oh ja, even checken hoe het zit. Het slaat nergens op. Dus het is heel simpel. We moeten er gewoon vanaf. We moeten van Facebook af. En dat is misschien nu een stap. Maar als het nu al zo lastig is, denk je dan dat het over 2 weken opeens makkelijker wordt? Of over 2 jaar? Nee, Facebook groeit en we raken er alleen maar dieper en dieper in verstrengeld. Ik vergelijk het wel eens met kikkers in een pan water op het vuur. Die zitten toch ook niet op Facebook? Kom op, zeg. Dus we gaan er met z'n allen vanaf. Ik ga mijn eigen pagina opheffen. En ook de Zondag met Lubach pagina. Dat zijn voor mij belangrijke platforms, maar ik ga het toch doen. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan. Laten we er een feestje van maken. Een event. Een Facebook-event om van Facebook af te gaan. Heel goed.
Ik wilde het eerst fuck you, Mark Zuckerberg, noemen, maar dan halen ze het er vast vanaf. Dus het heet nu bye bye. En het staat klaar, dat event. En ik ga het zo live zetten. Komende woensdagavond om 8 uur precies gaan wij met z'n allen bye bye van Facebook. En voor degenen die nu zeggen, ja, maar andere bedrijven zijn ook kut. Google is kut, Instagram en WhatsApp zijn zelfs van Facebook. Klopt, gaan we het vast nog wel een keer over hebben. Maar niemand heeft ons zo in de greep als Facebook. Dus vandaar dat bye bye event. Tot woensdag kunnen we allemaal nog onze eigen data downloaden voor het archief. Al onze vrienden uitnodigen voor bye-bye. Nog even snel een bikinifoto van het eten van de poes van de buurvrouw liken. Elkaar nog één keer porren tot we dronken zijn van geluk. En dan bye-bye gaan we echt weg. En ik ga woensdag wel eerst om klokslag 8, zodat jullie zeker weten dat ik geen grapje maak. En als iedereen dan meedoet, zorgen wij ervoor dat die mafkees in Silicon Valley van schrik een schone zwembroek aan moet trekken. Oké. Okay. Goed. Daar gaan we. Jullie hebben allemaal 3 dagen om je bij het evenement aan te sluiten. En we gaan live in 3, 2, 1. Yes! Oh! Wat een geweldige nieuwe start! Oh! Oh, ik zie jullie allemaal aanstaande woensdag om 8 uur op het evenement. Bye bye, ook te bereiken via byebyefacebook.nl. Dit was ons seizoen. Heel veel plezier met je zomer. Veel bedankt voor het kijken. En tot in september. Doei! Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen, kijk nog wat andere video's, een beetje chillen. Vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.